Ik ben Jan-Arie Korevaar, melkveehouder. En ik wilde wel eens weten waarom andere boeren kozen voor een Vector automatisch voersysteem van Lely. Ik ga naar grote melkveebedrijven, kleine melkveebedrijven, bedrijven met een melkrobot, met weidegang, zonder weidegang, met een melkstal, noem maar op. Wat realiseren andere boeren zich niet, wat jij je al wel realiseert? Waarom hebben zij dat ding nog niet en jij wel? Ja, weet ik niet, maar ik zie het toch wel een stukje als arbeidsgemak. Meer voer in de koeien krijgen, ja, dat zijn toch wel de grootste pluspunten, vind ik hier. Je hebt minder restvoer, dat heb ik gewoon echt gezien. Met de voerwagen had ik gewoon veel meer restvoer. Hoeveel minder? Ja, ik denk dat je wel een procent of 5 minder restvoer hebt. Oké. Dat denk ik zeker wel. Mm-hmm. En ja, het komt door je vers voer voor het voerwerk. De koe hou je actiever. Je krijgt veel meer rust in de koppel. Zeker met vaars en zo zie je gewoon, als de vector los komen er 10 aangelopen. En vroeger als de voerwagen los kwamen er 100 aangelopen. Yeah. En wij hebben ook horens, dus dat geeft meer rust in de stal. Yeah. Dat ze minder rangorde problemen hebben. Precies. En in de zomer heb je het gewoon grote voordelen dat je zeg maar, 2 keer per dag een kleine portie kan voeren. Ochtends binnenkomen krijgen ze een portie karrelgras met mineralen en krachtvoer. En s'avonds binnenkomen krijgen ze een portie karrelgras met mineralen en krachtvoer. Wat ons in absolute zin verraste, was dat er nog veel meer rust in de veestapel kwam. Veel meer rust in de stal en dat ik zelf veel rustiger werd. Had je niet verwacht? Nee, was niet meegenomen in de begroting. De investering van alleen in de Vector is in ieder geval goedkoper dan een mengwagen met een shovel om hem te vullen. Wat gaf de doorslag om het op deze manier te doen? Het gaf vooral de vrijheid dat ik niet iedere dag hoef te voeren. Dus dat is 1. En 2 is, dit systeem kan meerdere rantsoenen voeren en kleinere porties. Hoewel dat ik toch ook al vind ik van mezelf vrij juist voerde. En hoewel dat ik toch ook 4 keer per dag het voer ging bijduwen. Maar toch, ja, zie je verschil. Ze kan het beter. Ze doet het beter, ja. Oh, wat maar erg. Ze heeft natuurlijk ook niks anders te doen. Hè. Nee, exact. Hoe werkt het werken met de Vector? Kun je er iets over vertellen? Ja, het gaat helemaal prima. Veel rust. Je zit er niet aan vast. Nee. Met een mengwagen moet je even voeren als het voer op is. Ja. Ja, dat moet hier ook, maar hier kun je zelf regelen van morgen zondag, zaterdag staat de voerkeuken vol. Precies. Zondag is zondag, melken, klaar. Ja. En hij voert vanzelf. Waarom koos jij voor Lely en niet voor een ander systeem? Met name om de flexibiliteit en de flexibiliteit binnen een bestaand bedrijf. Dus niet, kijk, als je nieuw bouwt kun je alles bouwen. Ja. In het kader van het desbetreffende voersysteem wat je aan gaat schaffen. Alleen, precies. Wij hebben hier een situatie, de stallen staande, het bedrijf is zoals het is. En natuurlijk, je kunt wel aanpassingen doen, maar ja, goed, het liefst zo min mogelijk aanpassingen en voeren. En daar waren wij bij Lely van gecharmeerd dat het echt gewoon stand-alone kon draaien. Dus niet met kabeltjes of met rails of wat dan ook, maar echt gewoon dat hij vrij veilig op een bedrijf kon rijden. Dus veiligheid ook belangrijk, maar mm-hmm. dat hij gewoon zelfstandig zijn werk kan doen. Mm-hmm.